Iets meer dan een week heeft het geduurd voordat zalencentrum Vivaldi twee nieuwe eigenaars kreeg en dus meteen een doorstart kan maken. Vorige eigenaar Roald de Jong vroeg vorige week het faillissement aan omdat het bedrijf kampte met zware financiële lasten uit het verleden die niet meer op te lossen bleken. Sjoerd Bijkersma en Vincent Voets zijn in Os al eigenaar van de ontmoeting, de bovenmeester en Fellini's. Ze zagen het wel zitten met het zalencentrum en het restaurant. Het is dus snel gegaan. Nou, we hebben natuurlijk meteen na het nieuws bekeken of er een mogelijkheid bestond om Vivaldi toch te behouden voor Os. En we zijn daar meteen bovenop gedoken en tot de conclusie gekomen van nou, dit moeten we gewoon rond kunnen breien. Inderdaad, korte tijd, dat was ook wel een van heel erg noodzakelijk. Ik bedoel, wil je een bedrijf, moet wel gewoon open blijven en gelijk weer door kunnen. Om ook een stuk onzekerheid bij alle mensen weg te nemen die natuurlijk de kaarten al verstuurd hebben om hier een leuke festiviteit te hebben. Dus vandaar dat snel schakelen de afgelopen week wel het kernwoord van de dag is geweest voor ons. Ja. Het zalencentrum en het restaurant in het karakteristieke pand langs het spoor heeft een lange historie in Os. Voor de nieuwe eigenaren, die niets willen zeggen over het bedrag dat ze op tafel moesten leggen, speelde dat ook zeker mee in hun afweging. Ik denk dat dat echt gewoon Vivaldi van oudsher echt wel een naam heeft in de stad Os. En voor de stad wel van wezenlijk belang is dat hier nog feestjes en partijen kunnen gehouden worden in de toekomst. En leuke evenementen. Dus wat dat betreft niet zo heel lang over na hoeven te denken om hierin te stappen. Wel goed nadenken en wel overwogen beslissingen nemen. Maar daar hebben we gelukkig op korte termijn beslissingen in kunnen nemen. Ja. Bijkersma en Voets hebben dus al een aantal goedlopende horecazaken in de Eikenboomgaard. Is het dan geen groot risico dat ze nu gaan nemen met de aankoop van Vivaldi? Ondernemen is risico. Maar nogmaals, het is een wel overwogen besluit. En wij geloven erin en daarom stappen we erin. Sjoerd, waarom gaat het jullie dan wel lukken, wat het afgelopen jaren toch wat minder uit de verf is gekomen? Nou, ik denk dat wij met de bedrijven die we ook al, waar we ook al bezig zijn, dat het een goede aanvulling kan zijn. En het is gewoon een heel mooi bedrijf waar veel mogelijkheden heeft. En ik denk dat die nog wel beter benut kunnen gaan worden. Met name voor de feestenpartijen, er ook mogelijkheid om wat meer op het gebied van evenementen te organiseren. Dus ik denk met een solide basis en onze kennis en ervaringen met ook andere bedrijven, dat het gewoon mogelijk moet zijn om het bedrijf weer helemaal de goede kant op te sturen. Het personeel van het zalencentrum en het restaurant kan onder de nieuwe eigenaren in dienst blijven. Ook de vorige eigenaar, Roald de Jong, blijft er waarschijnlijk werken en dan gewoon in loondienst. Het was nog even onzeker, maar het evenement Winterland gaat ook dit jaar definitief door. Dat maakte Rien Damen, voorzitter van Centrum Management Os, donderdagavond bekend. Het was al eerder duidelijk dat het evenement niet zo breed wordt opgezet als voorgaande jaren. Maar enkele weken terug was er nog onzekerheid of het sowieso wel door kon gaan. Daarom werd er toen een oproep gedaan voor nieuwe sponsors. Iets wat blijkbaar geholpen heeft, want de begroting is nu helemaal rond. Het kleinere Winterland wordt van 20 december tot en met 6 januari op de Heuvel gehouden. Daar komen dan twee overdekte schaatsbanen te staan. Hospice De Oase kreeg vrijdagmiddag een cheque van 15.000 euro uit handen van directeur Mirjam Mol Arts van MSD. Directeur Jan Verbeek van het zogeheten Bijna Thuishuis was erg blij met de financiële bijdrage. Het geld wordt gebruikt om een groot deel van de huur te betalen. Ook de opleiding van nieuwe vrijwilligers kan er voor een deel van worden betaald. In De Oase kunnen mensen terecht die in een huiselijke sfeer hun laatste dagen willen doorbrengen. De Oase is voor een groot deel afhankelijk van bijdragen van sponsors en giften. Het hospice blijft nog tot 2015 in de tijdelijke huisvesting aan de Korenstraat. Het is de bedoeling daarna te verhuizen naar een definitief onderkomen. Een boek over de perikelen van een fabriek in Os. Dat is in het kort het nieuwe boek De Hormoonfabriek van Saskia Goldschmidt, dat vrijdagmiddag in Os werd gepresenteerd. Ze liet zich voor dit boek inspireren door de geschiedenis van het bedrijf Organon, wat inmiddels MSD is. Maar wat kunnen we eigenlijk verwachten van een roman over deze fabriek? Dan kun je een spannend verhaal verwachten, verteld door een man die op sterven ligt, de koopman die aan het dood gaat is en terugkijkt op zijn leven en moet constateren dat hij ontzettend gestreefd heeft om het hoogste te bereiken, maar daar niet in geslaagd is. En de manier waarop ik dat vertel is een spannend verhaal
waarin steeds weer dingen gebeuren, onverwachte dingen, die de grote ambities van deze man teniet doen. Hoe komt een schrijver uit Amsterdam voor haar boek eigenlijk in Oss terecht? Goldschmied vertelt dat ze op het onderwerp stuitte toen ze research deed naar haar familiegeschiedenis. In het archief van haar vader vond ze een bericht over professor Lacœur van Organon, dat haar meteen aansprak. Dat ging over vermeend seksueel misbruik van de directieleden van Organon. En professor Lacœur was een van de directieleden van Organon. En het was heel duidelijk een antisemitisch geschrift. Maar ik had wel meteen enorm de drang om uit te gaan zoeken wat is hier van waar en wat voor verhaal ligt hierachter. Hoewel het boek pas sinds kort uit is, loopt het al goed. De vertaalrechten voor de Duitse en Amerikaanse markt zijn al verkocht. Daarbij ontving Saskia Goldschmied vrijdag als verrassing het eerste exemplaar van de tweede druk.